Melassen of de geest uit de fles. Droom. Wakker worden, de kou voelen. Weer inslapen. Verder dromen, een voorbije eeuw leeft weer. Even, tot de wekker gaat of het haantje kraait. Het eetpatroon was de laatste jaren veranderd in ons land. Men ging van massaproducten vaak terug naar de gezondere waren. Zo werd ook suiker vaak niet meer gewoon gemaakt van suikerbiet, maar van het suikerriet. Ze stond in zo'n gezonde reformzaak in Den Haag. Ze was nogal een zoete kou, dus draalde ze bij jams en allerlei koek- en stroopsoorten. Zo merkte ze een potje op met het etiket rietsuiker, maar dan in stroopvorm. Oké, het zag er goed uit. Gula Java in schijven die je kon smelten om stroop te krijgen, kende ze wel, van de vele Indische toetjes en zoetigheden. Dat was lekker. Nou ja, niet verder geaarzeld en ze pakte zo'n potje rietsuikerstroop. Thuisgekomen met een hele tas vol gezond kwam natuurlijk ook het vloeibare zoete mysterie uit de tas. Het deksel eraf en... Oh wee, dat rook niet lekker, bitter. Een lepeltje ervan versterkte haar indruk. Pot dicht en die ging achter in de voorraadkast. Toch bleef iets in haar geest dralen en de geur liet haar maar niet los. Wat betekende dat? Ze was lang geleden geboren op Java en papa werkte als chemiker in de suiker. Dat had hij geleerd. Het zal in begin 1900 in Wageningen op de landbouwschool geweest zijn. Er moest worden geploegd, het riet groeide, riet werd gekapt en vervoerd per grobak en ging dan naar de fabriek. Nu was het een winterdag in Den Haag en ruim 100 jaar later. Het sneeuwde een beetje en pannenkoeken met stroop leken haar opeens zo lekker. Een poging die pot acceptabel te maken volgde. Dekseltje eraf en de pot kreeg een tweede kans. Opeens, het sneeuwde nog steeds, die flits van herinnering van toen, 1930. De vader, met de culturesopleiding, zo lang geleden al gestorven, leefde weer even. Hij stond daar, in witte tutupjas, heel duidelijk in haar herinnering en wat waziger op de foto. De benen een beetje gespreid, stevig aanwezig. Ze was weer op Java met hem. Het was in de suikerfabriek Pagongan, ergens op midden Java, in de buurt van Pekalongan, waar ze geboren was. Ze stonden samen in de grote hal met heel veel beweging en allerlei onbegrijpelijke grote machines in bruin, grijs en zilver metaal, die bonkten en schokten. En zo'n rare lucht hing er. Een beetje bang werd ze ervan en wilde eigenlijk weg. Haar vierjarig handje trekkend, kom nou. Ze wilde naar haar speelkamer terug, in het zonnige Indische huis, met de zacht vrolijke kleuren en de zoete geuren, en het babybroertje en de sprookjesboeken. Dit in de fabriek was een andere, onbekende wereld, en het rook er een beetje beangstigend, niet lekker. Wat stond er nu eigenlijk op die potrietsuikerstroop? Dat wat ze niet gezien had in de winkel stond in kleine lettertjes eronder. Melasse, het restproduct van de suiker. Die geur, ja niet direct, maar beetje bij beetje, was die ochtend in de suikerfabriek uit een klein potje teruggekomen. Hoe ging dat ook weer in dat verhaal uit 1001 Nacht, waarin wordt verteld dat er een boze geest in de fles zit die niet mag ontsnappen? Anders gaat hij dwalen en stoute dingen doen. Wie? Jan Kiwi, geboren in de Gundi, zei Babu Mina. Klik, zei het dekseltje. Ze keek nog even naar het nu stevig gesloten potje melasse en zette het bijna brusk weer terug in de kast. Buiten begon het sneeuwlaagje te smelten en onder het wit van voorbij schemerden de kleuren van alle dag.